What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalfijn. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekke werk. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. Nice. En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekke Werk. What's good, Kelfam? Zoals jullie weten is het tijd voor een nieuwe Gekke Werk. De serie waarin ik de meest idiote opdrachten ever uitvoer. En het is grappig en kut en raar en leuk tegelijkertijd binnen 24 uur. Het is weer tijd voor een aflevering, mensen. Ey. Ik heb hier namelijk de Gekke Werklijst, de lijst van 100 meest idiote opdrachten, bedacht door jullie. De Kelfam, bedankt. En tegelijkertijd, fuck jullie, want het zijn echt fucked up. Ik heb een kerstboom moeten planten. Ik ben naar Jamaica gegaan. Ik heb deze tatoeage moeten zetten waar alweer een streepje bij moet. Want ey, Kelfam is going fast. You know what I'm saying? Ei. Abonneer even op mijn kanaal, join the Kelvin, maar als je dat nog niet hebt gedaan. Want ey, 800.000 abonnees, 900.000 abonnees. En daarna komt, je weet toch, die miljoen papi. Oké, ik ga een fanaccount genaamd Official Kalfijn een berichtje sturen. Noem eens een nummer tussen de 0 en de 100. Emoji attack, motherfucker. 38. Voor Lot, a.k.a. Kalfijn. Oké. Shoutout in één keer. De shoutouts en shit als je bent. We gaan even kijken in de gekke werklijst. Nummer 38. Oké, ik heb hem al gelezen. Deze is best leuk eigenlijk. Deze is voor het eerst dat ik een opdracht heb waarvan ik denk, aight. Daar heb ik best wel zin in ofzo. Nou goed. Vul de tuin van een YouTuber helemaal vol met schuim binnen 24 uur. Alright. We kunnen er omheen lullen. We kunnen ook gewoon beginnen, Kelfam. Ik zou zeggen, veel kijkplezier en let's go. Da! Goed. Dit is het plan. Ik regel een schuimkanon. Daarna maak ik een lijst met alle YouTubers die ik ken met een tuin. Vervolgens bel ik een vriend, vriendin, tante, oom, huisdier, tandarts, yogaleraar, weet ik veel, om te vragen of ze me hierbij willen helpen. Ik maak een rondje langs de juiste kandidaten en zeg: yo, papies, mag ik morgenochtend zeg maar jullie tuin vullen met schuim zonder dat de YouTuber het van het huis erdoor heeft? Als een van hun ja zegt, flikker ik stiekem de volgende dag de hele tuin vol met 3 meter schuim, doe ik een dansje en haal het allemaal weer weg, zodat als de YouTuber thuis komt, hij of zij helemaal niks door heeft gehaald. Klinkt als het vetste plan ooit. I got this. Goedemorgen mensen, let's go! Waar de fuck ga ik al deze schuim vandaan halen? Ik heb net even research gedaan. In Alphen aan de Rijn is er een bedrijf wat schuimmachines In ieder geval, in Alphen aan de Rijn is er een bedrijf wat schuimmachines verhuurt en verkoopt. En daar ga ik nu naartoe en ik ga checken of dat morgen kan. Oké, let's go people! Ik ben in Alphen aan de Rijn en volgens mij is dit de meneer die ik moet hebben, toch? Klopt. Hi. Hoi. Kelvin. Diederik. Hey Diederik, aangenaam. Wat is dit voor magische plek? Dit is de schuimmachine loods. Met andere woorden, hier hebben we verschillende machines staan met diverse soorten capaciteit aan schuimmachines. Ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. Is het mogelijk om een tuin, en laten we even zeggen dat het gewoon een standaard grote tuin is, om die morgenochtend te vullen met schuim en dan de boel weer weghalen? Behoort dat tot de mogelijkheden? Ik ben namelijk niet de specialist, maar jij wel. Ja, nou, ik zei het al, we hebben verschillende machines verschillende capaciteit. Dus als we de zwaarste machine nemen die heel snel heel veel schuim kan maken, ja, dan is het een kwestie van volgooien. En en daarna moeten we op gaan ruimen en dat wordt spannend. What's good, Kelfam? We zijn onderweg. Ik ben blij, want het is gelukt. Ik heb gewoon die motherfucking schuimmachine geregeld. Maar nu komt eigenlijk het allerlastigste. Ik moet namelijk een YouTuber vinden, of eigenlijk de tuin van een YouTuber vinden, die ik hiervoor kan gaan gebruiken. Yo! Muscle, okay, we gotta go, man. Let's move. Hey Marcel, wat Kelvin? Hi, Kelvin. Hi. Hey, ben jij thuis? Ik ben thuis, ja. Maar kan ik even langskomen binnen nu en een half uurtje? Ja, dan is het wel. Ja, dan is het wel. Goedemiddag. Hey. Gaat-ie? Ja, goed. Ik dacht, ik kom gezellig even langs. Nou, dat is altijd goed. En ik heb ook nog een vraagje.
Is ook goed. Kom binnen, zou ik zeggen. Leuk, okay, top. Joh. Gio is niet aanwezig op dit moment, toch? Nee, die mis je net. Ja. Dat is goed, want ik heb een opdracht gekregen. Ik moet namelijk de tuin van een YouTuber binnen 24 uur vullen met schuim. En dan weer weghalen. En de YouTuber mag niet weten dat het ooit gebeurd is. Hey, hij ziet het dan niet dus. Nee, dat is het hele... Hij moet die video zien. Ah. En dan denken, hé, is dit hier gebeurd? Ja. En ik weet niet of jullie inzage hebben in Gio's agenda. Ja, ik weet niet heel zijn agenda. Veel weten we wel, maar niet helemaal precies. Dus nou zien we een keer ergens mee naartoe. Ja. Ja, dat moeten we doen. Ga gezellig even iets doen morgen. Ja. Laten wij gewoon goed contact houden. Ja. De komende uurtjes. Precies. En dan, stel dat dat niet lukt, dan moeten we dat even aan je doorgeven. Ja. Want dat, stel dat je hier komt en hij is er ook. Dan moet jij wel een backup zien te regelen. Ja, laat dat maar aan mij over. Hey, Gozet. Wat? Hebben jij en Anna een tuin? Nee, man. We hebben een balkonnetje, joh. Hoe groot is dat balkonnetje? 1 bij 2 meter. Oh, oké. Kut! Fuck! Oké, geen tuin. Oké, ik ga nog even verder denken. Er moet iemand zijn. Oké, ik heb een tweede persoon bedacht die ik wel zie zitten om dit te doen, namelijk Milan. Ik weet dat Milan een tuin heeft. Ik ken Kai ook goed, dat is zijn huisgenoot. Ik ga Kai even bellen om te vragen of ik even langs kan komen om dit idee te overleggen. Hey Kelvin. Ben jij over een uurtje thuis? Even kijken hoor, laat het al 7 of 8. Ja, ik ben over een uurtje gewoon thuis, man. Oké, tot zo. Ja, lekker. Wat fijn om jou weer te zien. Je denkt vast, waarom ben je hier? Ja, nogal. Ik zal het je even uitleggen. Ik heb de opdracht gekregen om de tuin van een YouTuber te vullen met schuim. Helemaal. Je weet dat Milan dit soort shit haat, hè? Ja, ja, dat weet ik. Dus daarom vond ik het zo mooi. Mag ik de tuin even zien? Ja, tenminste, Milan is nu niet thuis. Dus als je nu even wil kijken, dan is dat wel het nieuwe moment. Nou, dit is de tuin. Nou, hij ligt er mooi bij. Jezus, hij is wel groter dan ik. Ja, hoe krijg ik hem dit huis uit? Ja, dat weet ik dus. Dat moet jij even voor me fixen. Ik denk dat we iets of met zijn vriendin moeten doen, of met zijn broertje. Oké. En zo. Ja. En dat ik even iets moet verzinnen dat Enzo iets heeft of zo. Of dat hij iets met hem aan de hand heeft. Of dat zijn vriendin iets heeft. En dan gaat hij wel vroeg opstaan en weg. We houden gewoon goed contact, oké? Ja. We houden vanavond goed contact. We hebben morgen goed contact. Ja. Oké. Hey, wat die? Hey! Yo fam, what's good? Oké, ik ben net thuis en ik ben net gebeld door Marcel. Alleen ik heb het even gemist. Dus ik ga hem nu terugbellen en ik hoop dat hij goed nieuws heeft. Hey, Kelvin. Yo, je had gebeld. Ik heb niet zo best nieuws. Oké. Ja, maar nu heeft het verzonnen om even weg te gaan. Ja. Maar nou zegt hij echt stellig van ik moet morgen op het opnemen. Ik ben gewoon thuis. Aan de ene kant vind ik het kut. Aan de andere kant ben ik dan in ieder geval maar blij dat ik mijn backup heb. En ik wil gewoon zo snel mogelijk weten van Kai of het doorgaat. Want het is inmiddels, ja, het is 10 voor 11. En als ik nu van Kai hoor dat het ook niet kan, dan heb ik gewoon echt een probleem. Ik lach wel, maar het is best wel kut. Het is inmiddels 12 uur en ik heb contact gehad met Kai. Hij is zijn uiterste beste aan het doen om ervoor te zorgen dat het lukt bij Milan. Ik ben nog steeds aan het wachten in de hoop dat Kai straks zegt, yo, het is goed, ik heb het geregeld. Ik denk dat ik nu het beste gewoon naar bed kan gaan, gewoon kan gaan pitten. En dan mijn wekker gewoon extreem vroeg zetten om te checken of Kai iets heeft gezegd. En als het dan niet blijkt te kunnen, moet ik als een wildebras iemand anders gaan regelen. Als het wel blijkt te kunnen, dan ga ik als een motherfucker, jongen. Wel tussen. Hey, what's good? What's good, Kelfam? Goedemorgen. Het is momenteel 11 over 8. Ik heb vannacht een WhatsAppje gekregen van Kai. En die luidde als volgt. Yo, Kel, sorry voor het late bericht, maar ik heb goed nieuws. Milan gaat morgen om 9:30 naar Enzo om te filmen. Kijk maar of dat vroeg genoeg is. Wel rusten. Oh yeah, man. Let's go, man. Hey, what's good?
Yo, wat ben jij thuis? Ja. Ja, wil je wat leuks gaan doen? Kom ik je over een half uur ophalen? Dan gaan we echt iets doen wat je nooit meer gaat vergeten. Jezus, dit is weer een gekke week aflevering. Het is zeker een gekke week aflevering. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan de tuin van Milan Knol volgooien met schuim. Going to my house of Milan Knol, ey! Roadtrip! We zijn even op een wat tactische plekje gaan staan. Diederik staat met de schuimauto een stuk verderop. Dus ik heb net even met Kai geërfd. Kai zegt dat Milan op het punt staat om te vertrekken. Dus wij moeten hier gewoon blijven zitten en gaan wachten tot Milan voorbij rijdt. Want dan kunnen we hem hier, als het goed is, zien voorbij rijden. Oké, we zijn 20 minuten aan het wachten inmiddels. Milan is nog steeds niet langsgekomen. Ja, hoe langer het duurt, hoe minder tijd we hebben om dit te fixen. Dat is een beetje het lastige eraan. Kijk, wat mij betreft blijf ik hier de halve dag staan. Alleen vrees een beetje voor de tijd die we hebben. We weten ook gewoon, wij zijn geen schuimexperts. Wij weten niet hoe snel we die schuim ook weg kunnen krijgen. Nee. Het is nu 9:56. Stel dat Milan rond 10:00 weggaat, hebben we nog 2 uur. Dat zou lekker zijn, maar als je pas om 10:30 weggaat, is een beetje kut. Men houdt onze ogen en open goed open. Open is het allemaal open, genoemd tot open. Ik heb wel zin. Ik heb wel zin in het hele ding. In de tuin vullen met schuim. Ja, het komt echt met liters. Hij heeft zo'n ding mee waarin het allemaal uitvalt. En hij heeft een ding mee waar het... Let's move, man. Let's move out. Let's go, man. Alright, Kelfam, what's good? We zijn in Milan's tuin. We hebben eigenlijk alles naar binnen getild. Dit is alles wat we nodig hebben, volgens mij, toch? Ja. En dit is een grote jongen. Die moet vol met water. Hoe lang gaat het ongeveer duren? Uurtje. Hoe lang tot Milan terugkomt? Ja, we hebben 2 uur ongeveer. Iets minder dan 2 uur. Dus we moeten het in een uur helemaal vol krijgen? Ja, het gaat een uur duren ongeveer om deze vol te krijgen. Daar heb je dikke kans van. Ja. Laten we dan ook gewoon niet nu gewoon... Laten we dat gewoon direct doen. Ja, oké. Ik sta er bovenop. Ik vind het wel een beetje spannend op dit moment. Ik weet gewoon dat het goed gaat komen, maar tegelijkertijd... Nou goed, we gaan het maar gewoon doen. Zijn we er klaar voor? Ja. Ik tel af. Van 3 naar 0, ja? Dan gaan we. 3, 2, 1, go! Ja! We hebben gewonnen! Holy shit! Kijk hoe ver dit gaat! Oh shit! Kijk even hoe het eruit ziet. What the fuck? Dit is toch niet normaal? Dit is niet normaal, het is zelfs hier de hoek om. Ja. Het waait gewoon naar de buren. Ja, er is toch een hoger level. Hij heeft dus schijnbaar nog een kanon bij zich, waardoor het echt fucking ver schiet. Ja, we zijn al de pineut. Het maakt allemaal niet meer uit. Daarvoor. Nou, ik zou zeggen, slinger hem aan. Oké, we zijn een beetje de tijd vergeten door alle lol en pret die we hebben gehad. Het is een feest, het is leuk, het is gezellig, het is fantastisch. Alleen we hebben nog maar 30 minuten om deze hele berg weg te krijgen. Hi Milan, als je kijkt. Het was leuk. Jammer dat je het gemist hebt. Het zit ook allemaal bovenop die takken en zo. Dus dat moet allemaal weg. Want je hoeft maar 1 vlokje te zien en je weet wat er gebeurd is. Quinn, doe even wat meer tempo. Jezus, even wat sneller. Even wat extra. Fucking hell. Hé, maar dit werkt. Dit werkt. Ja, het is water. Dat is water. Hey, what's good? What's good? Ah. Het helpt oprecht. Het begint met regenen. Dat is echt perfect. Daar is het zo weg als het goed is.
Oké, zoals je achter me ziet, zijn we best wel eigenlijk klaar. De kippies zijn weer buiten. Eigenlijk vrijwel al het schuim is weg. Je ziet hier en daar nog wat hoopjes liggen. Maar ik heb ergens het gevoel dat we nu gewoon weg moeten. Quinn, we moeten gaan. Later! Zodra we rijden is het volgens mij gelukt, toch? We rijden! We did it, man! Het gedaan! Welkom! We lopen dus de tuin in en ik zie hier fucking weird spul. Een soort schuim of zo. Wat is dat, Kai? Weet niet. Dat is echt raar. Weet niet. Raar spul.